Dit is Luca, 12 jaar en groot fan van Go Ahead Eagles. Hij is vandaag een beetje moe, want gisteren moest er groot feest gevierd worden, samen met zijn vriend Jaden. Eredivisie! Nou Luca, wat een dag! Ja, fantastisch om na 4 jaar weer terug te zijn in de Eredivisie en zo'n groot feest te hebben. Heb je nog een beetje geslapen vannacht? Ja, ik heb wel een beetje geslapen, maar ja, het was ook wel laat geworden. Ja, rond 4 uur, 4:30. Luca is een beetje hees van al het zingen en juichen. Het was groot feest gisteravond in Deventer. De avond begon met een spannende wedstrijd van Go Ahead tegen Excelsior. Toen was het heet er nog 0-0. En ik vond het echt spannend, want als ze zo bleef, dan gingen de Eagles niet door. En in de laatste minuut scoorden ze. Dus toen werd ik echt blij. Maar niet alleen moest Go Ahead Eagles winnen. Belangrijker was wat de Graafschap ging doen. Want als zij zouden winnen, dan had Go Ahead geen kans op promotie naar de Eredivisie. Dus ik dacht van, dan moeten we nog een beetje afwachten of hun dan ook nog gaan verliezen, zeg maar. En uiteindelijk is dat wel gelukt. En toen was het dus feest. Luca mocht met zijn vader mee naar de plek waar de spelersbus zou aankomen. Daar hadden veel supporters zich verzameld, tegen de coronaregels in, maar de politie liet het toe. Hoe was dat om daarbij te zijn? Ja, heel vet. En om al die spelers dan ook zo te zien en gewoon één groot feest. Heel blije fans die hier niet op hadden durven hopen. Want de Graafschap uit Doetinchem had meer kans om te promoveren. Heb jij een beetje medelijden met de Doetinchemmers? Nee, tuurlijk niet. Wij hebben het gewoon goed verdiend. En anders zouden hun zelf maar hun best moeten doen. Eredivisie! Maar balende fans bij de Graafschap. Zij mogen niet promoveren en blijven waarschijnlijk in de eerste divisie. Lloyd is 12 jaar en superboertje. Dat is hoe de jonge fans van de Graafschap zich noemen. Hij is al bijna zijn hele leven fan van de club uit Doetinchem. En de teleurstelling is dan ook groot. Ja, Lloyd, wat een dag, hè? Ja, ik vond het hartstikke jammer voor de Graafschap. Ja? En wat voor gevoel ging je naar bed? Eigenlijk, ze zijn niet gepromoveerd. Dus gewoon jammer. Teleurstelling wel? Ja, heel erg. Kom op nou! Netjes stil zitten op de bank, dat lukte Lloyd en zijn vrienden gisteravond niet meer. Ja, spanning. Ja? Beetje buikpijn wel. En die buikpijn werd alleen maar erger toen de wedstrijd bijna 1,5 uur werd stilgelegd. Ja, ook helemaal door de regen die er was en zo. En toen zag je ook dat Go Ahead Eagles had gewonnen. En toen moest de Graafschap wel, toen was er ook extra spanning. Na lang wachten kunnen de Graafschap en Helmond Sport verder spelen. Maar ondanks alle kansen zit een doelpunt er niet in. En blijft het 0-0. Oh. Ook de vrienden van Lloyd balen. De superboertjes willen niets liever dan hun club in de Eredivisie zien spelen. Ja, hé. Hey. Lekker. Als je de wedstrijd had gewonnen, dan was je gewoon in de Eredivisie. En dan moet je bijvoorbeeld wel tegen een profclub zoals Ajax of PSV. En tegen iemand die bijvoorbeeld in de Champions League de halve finale heeft gespeeld. Tegen bijvoorbeeld Juventus, Bayern en Tottenham. Dus dat is dan wel cool. Na het mislopen van de promotie verzamelen supporters zich bij het stadion van de Graafschap. Een groep van zo'n 150 railschoppers wil niet vertrekken. Ze gooien stenen en vuurwerk naar de politie en maken dingen kapot. Alleen dat rellen, dat snap ik dan niet zo goed, dat ze dingen kapot gaan maken en zo, maar... De boosheid? Ja, dat snap ik dan ook weer wel, maar ze hoeven dan niet dingen kapot te maken, vind ik. Hier proberen ze hun club vooral te steunen. Want er is nog een kans op een plek in die felbegeerde hoogste voetbalcompetitie van Nederland. Ja, zeker, door de play-offs. Als ze die winnen, dan gaan ze naar de Eredivisie toe. En gaat dat lukken, denk je? Ja, daar heb ik zeker wel vertrouwen in. Gisteren wilde de bal er niet in, maar er is nog een kansje. Dus het is hopen dat het dan wel lukt.